Voor Sven Boekhorst uit Den Bosch is het werkelijkheid geworden. Met je eigen gezicht in een computerspel dat over de hele wereld gespeeld wordt. Sven Boekhorst uit Den Bosch is binnenkort met een joystick te besturen in het spel Aggressive Inline. Een van de karakters in Aggressive Inline is wereldkampioen Sven Boekhorst uit Den Bosch. Sven heeft alle grote inline-skatewedstrijden ter wereld gewonnen. Ja, ik vind het echt een eer bijna, zeg maar, dat het een spel van mij is gemaakt. Het is een soort kroning, zeg maar, op je skate-prestatie. De man die echt wereldtop is en die hier ook aanwezig is, dat is deze man, Sven Boekhorst. Dat ging lekker. Ja, je dacht zeker dat ik dat was. Mooi niet, want het was... Hoi, Sven Boekhorst. De beste skater van Nederland, van Europa. Snoeihard over de ramp vliegen en salto's en backflips maken. Sven Boekhorst uit Den Bosch, die doet niets liever. Sven Boekhorst is zich aan het opwarmen voor de voorstelling. De theatershow is een mooie manier van overwinteren voor hem. Ja, in het begin moet ik een beetje spelen dat ik niet van de ramp af durf. En dan is die andere skater een beetje de macho type. En die wordt ook weggedragen op zijn schouders door die andere. En daarna later in de show kom ik terug. En dan zie je een beetje mijn gedachtenbeelden uit Amerika en zo. Dat ik een beetje zelfvertrouwen krijg dat ik het toch wel kan. Il est hollandais, il s'appelle Sven Boekhorst et il est avec Ty Chris, un réfrigérateur en bois.